We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond komen er in het binnenland regenbuien voor, terwijl er voor het kustgebied een kans is op een enkele regenbui. In de nacht is er nog een kans op een regenbui. Aan het eind van de nacht ontwikkelt nevel of mist in enkele gebieden. Morgenochtend is het lokaal tijdelijk bewolkt, mogelijk met een regenbui. Gedurende de middag komen er in het binnenland perioden met regenbuien voor, als ook een onweersbui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig zal zijn met enkele windstoten en rukwinden.